Jan-Anthony Bruin, de formateur. U bent nu een week bezig. Wat is in die week gebeurd? Nou, we hebben in die week eerst kennis gemaakt met elkaar. We hebben de inhoud bekeken. Er ligt natuurlijk een raamplan van de informateurs. En ik moet zeggen, ik heb kennis gemaakt met alle fracties eigenlijk in de Raad. En dat is een hele positieve ervaring. Je merkt dat iedereen klaar is voor een positieve toekomst. Alle fracties vinden samenwerking in de Raad belangrijk. En de formerende fracties zijn natuurlijk bezig om te kijken hoe ze zoveel mogelijk voor hun achterban in dat coalitieakkoord kunnen krijgen. En dat is eigenlijk een fantastisch proces. Bent u aan het kijken naar portefeuilles of is het echt nog kijken wie wat wil? Nee, we zijn nog niet met portefeuilles bezig. We zijn nu minder dan een week bezig. Het loopt eigenlijk goed. Alle formerende partijen zitten er positief in. Ik heb ook met de oppositiepartijen, althans de toekomstige oppositiepartijen, natuurlijk kennis gemaakt. Dat was ook een heel positief gesprek. Ik merk dat eigenlijk alle fracties in deze raad het erover eens zijn dat er een goede samenwerking moet komen tussen oppositie en coalitie. Dat de uitdagingen die er liggen in deze stad opgepakt moeten worden met daadkracht. En dat dat vanuit een positieve onderlinge samenwerking moet gebeuren, waarbij natuurlijk hard op de inhoud gegaan mag worden, maar waarbij wel met respect op de persoon ook gewerkt moet worden. Ja, waar zitten de spanningen? Nou, je hebt natuurlijk altijd spanningen, dat is ook heel goed. En dat gaat over de inhoud. Natuurlijk wisselen de partijen van mening over onderwerpen. Dat kan je in de verkiezingsprogramma's ook gewoon zien. Als dat niet zo was, had je ook geen formatieproces nodig. Maar ik moet zeggen, dat proces loopt heel goed. We zijn nu 3 dagen vol met de inhoud bezig geweest en eigenlijk geen belangrijke problemen tegengekomen. En dat komt vooral doordat er professioneel wordt onderhandeld. Men heeft de ogen op de bal. Men wil ook de ogen op de bal hebben. Men wil voortgang boeken. Men wil op tijd klaar zijn met een daadkrachtig coalitieakkoord. En we kijken natuurlijk ook hoe de samenwerking met de oppositie nog beter vorm kan krijgen dan die op veel plekken al is. En er moet voor 40 miljoen moet er nog geld gevonden worden, hè? Waar gaat u dat halen? Nou, we zijn zover nog helemaal niet. We zijn nu vooral aan het kijken naar de inhoud. Natuurlijk naar de wensen, naar de investeringen die nodig zijn in de stad. En we gaan in de komende dagen natuurlijk ook kijken hoe we dat dan vorm gaan geven in termen van een financiële berekening. Want die moet er ook solide uitzien, die moet ook doorgerekend zijn. En dat gaan we ook presenteren op de dag dat we het coalitieakkoord presenteren. En wanneer is die presentatie? De presentatie wordt voorzien voor het eind van deze maand.